Onderwijs is een belangrijke schakel om de toerismesector in Suriname verder te ontwikkelen. VHP-parlementariër Reshma Mangres zei gisteren bij de behandeling van de toerismewetten in de Nationale Assemblée dat het transformeren van Suriname tot een toeristische bestemming bij het onderwijs begint. Mangres kreeg hierin ondersteuning van haar collega Harriet Ramdien. Om Suriname te transformeren. Voldoende mate wordt gevoed als het aankomt op de mogelijkheden van de toerismesector. Om Suriname te transformeren naar een toerismebestemming moet er geïnvesteerd worden in het beroepsgericht toerismeonderwijs. Ik mis nog, voorzitter, dat er investeringen worden gepleegd in toerismeonderwijs. En wij willen hier toerisme gaan bevorderen. Er is slechts één stream op het IMEAO dat zich bezighoudt met toerisme. Er moeten nog HBO-opleidingen komen, maar misschien ook Applied Science om het toerisme te gaan bevorderen. Studenten moeten klaargestoomd worden voor een baan in deze kansrijke sector. Een aantal leden hebben hier aangegeven klantvriendelijkheid, maar ook ons Suriname op de kaart plaatsen heeft allemaal te maken met het bevorderen van toerisme. Vanuit de arbeidsmarkt zal er op basis van een passende opzet een curriculum geschreven moeten worden. En het is dan ook zeer belangrijk dat we dan binnen het onderwijs hier aan aandacht gaan schenken. En vooral als het een, het zou ook erg goed zijn als we van jongs af al eraan beginnen. Want wanneer we zo met ons hier deze wet behandelen, dan zien we dat er toch uit de samenleving niet voldoende besef is wat toerisme voor ons kan betekenen. En ik denk dat dat van jongs af wel bijgebracht wordt, vooral nu we met deze wet bezig zijn. NDP-parlementariër Melvin Bova zei dat toerisme, scholing en opleidingen zeer belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de sector. In het verlengde daarvan pleit het assembleelid ervoor dat gekeken wordt naar de opleidingsinstituten zoals PTC die toerismeopleidingen verzorgen. Dat we straks bij de begroting, en toevallig is de spreker voorzitter van de commissie onderwijs en ik daar lid van, dat wij kijken naar PTC als een geheel, maar heel specifiek voorzitter, de hospitality management opleiding bij het PTC die dus nu begint. Maar als we dat die push geven en de bekendheid, kan het voor een goede aanwas zorgen voor het kader welke we nodig zullen hebben in de toerismesector. Ik kijk ook naar SHTTC, dat we ook daar de nodige investeringen in doen. En ik ben het eens met de lid Ramdien dat we vroeg beginnen, vanaf in verdere lagere scholen en met programma's om het nationalistisch gevoel en het besef van toerisme te ontwikkelen. Mangres zei dat er gekeken moet worden naar de kwestie wildplassen in voornamelijk Paramaribo, als de overheid daadwerkelijk toerisme wil gaan bevorderen. Het wildplassen is geen gezicht voor zo'n toeristische bestemming.